Hallo allemaal, daar zijn we weer. Het leven wordt steeds duurder en duurder. En vandaar dat ik weer een video maak over hoe je nog meer kan besparen op energie en op water. Dat je je kosten verder kan verlagen. Ik heb al eerdere video's gemaakt. Kijk terug als je op mijn kanaal kijkt. Dan staan er een aantal video's die specifiek gaan over hoe je kan besparen. Dit zijn wat grotere maatregelen soms. Waar je wat meer kosten mee kan besparen. Maar ja, aangezien alles steeds duurder wordt, moeten we nog meer verzinnen. Dus ik heb weer een aantal punten, een aantal manieren. Dus ga ik in deze video met jullie delen. Ook leuk om te weten dat ik al jaren geleden waarschuw op dit kanaal voor de stijgende kosten. En dat dit behoorlijk impact zal hebben en tot veel armoede zal gaan leiden. Maar goed, laten we proberen het hoofd boven water te houden. Hier zijn nog een aantal tips om eens te kijken wat je kan doen. De overheid die heeft al bericht uitgestuurd, hè, via de media met een verzoek om je verwarming te verlagen naar 19 graden en om 5 minuten te douchen. En daar wil ik even ook op ingaan om mee te beginnen. Als jij je verwarming echt gaat verlagen, doe dit geleidelijk. Als jij normaal gewend bent op 21 graden te leven, ga dan eerst naar 20 graden. Anders is het verschil te groot en dan ga je het als heel koud ervaren. En dan ga je dat niet fijn vinden. Ik ben zelf in de periode van een aantal jaar gegaan van 21,5 graden naar 19 à 18,5 graden. Als je dit in één keer doet, dan is het verschil gewoon te groot. Doe dit gewoon heel geleidelijk en dan merk je er eigenlijk heel weinig van. En dan gaat het andersom zijn. Dan ga je het veel te warm vinden. Ik zou echt niet volhouden met 21 graden nu thuis. Als het al 19,5 is, dan heb ik het al warm. Dus dat is iets waar je heel goed aan kan wennen, aan een iets lagere temperatuur. Maar er zitten ook grenzen aan. Je kan niet door blijven gaan omlaag, vermoed ik. Ook over het douchen wil ik nog wat zeggen. Ze zeggen, douche bijvoorbeeld 5 minuten, douche wat korter. Dat is natuurlijk een manier. Sommigen zeggen ja, dat je douche moet overslaan. Ja, dat is dan ook weer iets dat ik denk van ja, weet je wel, moet je dan onfris door het leven gaan? Lijkt me ook niet echt nodig, weet je wel. Er zijn ook andere dingen die je kan doen als het om douchen gaat. Je kan bijvoorbeeld je douche simpelweg minder heet zetten. Als jij heel heet gewend bent te douchen, sowieso niet goed voor je huid. Gewoon wen aan gewoon een iets mildere temperatuur. Waarschijnlijk hoef je daar niet eens aan te wennen. Als je al heel heet gewend bent, dan zet je hem gewoon iets lagere temperatuur. Zet je kraan iets zachter. Bijvoorbeeld als je gewend bent om een voluit aan te hebben, dat die volledig de douche open staat. Dan zet hem gewoon iets minder open, dat je ook daar minder water verbruikt. Dit zijn allemaal manieren waar je dus kan spelen met de warmte, met de duur, maar ook met de hoeveelheid water die je gebruikt. Dus dat zijn al wat zaken die je anders kan aanpakken, zonder dat je daar echt last van hoeft te hebben. Ik herken het ook terug, dan zegt men, ja, ga minder vlees eten bijvoorbeeld, hè. Dat je dus een beetje vegetarisch moet zijn of flexitariër. En ja, ik vind dat wel grappig, want kijk, je hoeft natuurlijk niet, als je dat niet wil, je hoeft niet een dag vlees over te slaan als je dat niet wil. Je kan wel bijvoorbeeld minder vlees per keer weer eten. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, ik pak niet 200 gram vlees op een dag, maar ik doe 2 dagen 100 gram vlees, meng je door je eten. En dan merk je, dan heb je net zo goed die smaak van het vlees ook nog. Dus ja, ik vind het grappig dat men altijd gaat van alles naar niks, van helemaal niet eten. Maar wat dacht je gewoon van minder eten en dat meer verdelen over de week. Over de dagen en over de maaltijden. Dus dit is ook een manier waarop je wel elke dag geniet van vlees, maar gewoon wat minder eet in hoeveelheid. Nou, en hiermee komen we ook bij wat andere zaken omtrent de keuken. Om wat energie te besparen. Kijk bijvoorbeeld naar wat voor soort vlees je veel kookt of bakt. Is dat het soort vlees dat uren nodig heeft om te sudderen, om te koken? Nou, kijk dan eens naar bepaalde soorten vlees die in een paar minuten klaar zijn. Er zijn allerlei soorten, dan hoef je maar 5 minuten even te laten bakken en dan is je vlees al klaar. Dit scheelt alweer heel veel gas, energie, die normaal via het gasfornuis weggaat. Dus dat is al een manier om daarin wat te besparen. En een andere manier is bijvoorbeeld als je veel rijst en aardappelen
eet. Je zou dan ook een keertje mie of couscous of iets dergelijks kunnen eten. Het is heel lekker, het is variatie en het is heel snel klaar. Het is zeg maar een kwestie van een paar minuten, 2 tot 5 minuten in kokend water en dan is het al gereed. Dat is een stuk korter dan als je rijst en aardappelen moet maken. Dus je verbruikt weer minder energie. En ja, het is lekker, variatie. Dus ja, het is hartstikke leuk om ook nog eens te doen ook. Nou, dan nog een heel kleintje voor in de keuken of andere plekken waar je handen wast. Als jij gewend bent de kraan warm te gebruiken, overweeg anders eens om gewoon koud je handen te wassen. Weet je wel, dat je gewoon niet de warme kraan weer steeds aanzet bij het handen wassen. Maar dat je hem gewoon helemaal op koud hebt staan en dan je handen was, een beetje zeep erbij. En dan was je je handen. Scheelt toch weer een beetje warmte iedere keer dat gas verbruikt moet worden. Dat scheelt dan weer. Het zijn kleine beetjes. Maar ik bedoel, dit zijn allemaal manieren waarop je toch iets kan minderen in jouw gewoontes. Ten slotte dan nog eentje out of the box denken. Dat is om, vooral als je zeg maar ja, een kleinere huishouden hebt, om te gaan logeren bij vrienden, familie, kennissen. Gewoon iets gezelligs van te maken en een keertje te logeren ergens of een avond te blijven. Zet je thuis jouw verwarming lekker helemaal uit die avond en dan of die dag of die nacht. En dan ben je daar en dan is er geen verbruik voor die dag in jouw woning. En dat kan je dan ook weer een keertje andersom doen. Dus dan kan die persoon weer bij jou verblijven. Eventjes een avondje of een overnachting. Het is gezellig, weet je wel. Het kan gezellig zijn. En je scheelt, je bespaart weer op een dagje op energie, op gas, op de kraan, noem maar op. Dus dan heb je dus allebei een keertje een voordeel dat je helemaal je verwarming even uit kan zetten. En het is gezellig. Dus dat is ook een gewoon, ja, een beetje out of the box. Klinkt misschien een beetje gek, maar het is ook een manier om het toch gezellig te maken en een beetje gas te besparen. Nou, dit zijn de tips voor vandaag. Wil je meer tips, nuttige info, ook over isolatie en dergelijke? Check op het kanaal de vorige video's. Loop ze eens door en kijk wat je daar tegenkomt. Er is allerlei informatie beschikbaar daar. Dus ik hoop dat je het interessant vond. Zie je volgende keer weer in de volgende video.